Hallo, ik ben Annie Wouters. Mijn favoriete spelers zijn Robin en Koen. En dit is mijn schoonzus Sylvia Wouters. Ik ben dus Sylvia Wouters. En verrassend, ook mijn favoriete spelers is Robin en Koen. En dan gaan we nu naar mijn achternecht Antoinette. Hallo, ik ben Antoinette van de kantine. En mijn favoriete speler is Joris Jansen. Hallo, ik ben Dien en ik sta al 20 jaar achter de bar in de kantine. En ik heb geen favoriete spelers. Als ze maar lekker een biertje bij me komen drinken, dan vind ik het helemaal best. Terwijl de jongens van het eerste zich opwarmen voor de wedstrijd tegen FC Liende, warmen de dames zich in de businessclub op met een kopje thee. En tappen Antoinette en Dini de biertjes in de kantine. Ik kom eigenlijk mijn hele leven al bij treffers. Dus ik kom ook uit een echte treffersfamilie. Als je opa en je vader en je ooms en iedereen is voor treffers, ja, en je gaat naar het voetballen kijken, ja, dan kom je op het treffersveld terecht. Ik heb geen man wie voetbalt. Ik heb geen zoon wie voetbalt. Ik heb ook nog geen schoonzoon wie voetbalt. Ik ben er wel altijd aanwezig. Ja. Maar je hebt wel een favoriete speler, of misschien wel twee. Ik heb, ja, wij samen, onafhankelijk van elkaar, hebben dezelfde favoriete spelers. Robin en Koen, heel sociaal, naar de mensen toe. Heel leuk jongen, zal ons nooit voorbij lopen, groet ons altijd. En we kennen hem al eigenlijk 10 jaar. Ik kan het met alle spelers volgens mij wel heel erg goed. En er is wel eentje bij, ja, die heeft wel een streepje voor. En dat is? Ja, dat Joris. Ja. En waar staat Joris in het veld? Dan sla je me hartstikke dood. Achteraan ergens, maar daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar ik kijk naar de jongens als mens zijn en niet als speler. De schoonzusjes Sylvia en Annie missen geen wedstrijd van het eerste elftal op Sportpark Zuid. Zelfs vandaag niet. En dat terwijl ze de hele dag zijn uitgenodigd voor een groot feest waar ze ook wel zin in hadden. Om 11 uur waren we aanwezig. Onze mannen zijn uiteraard nog daar. Maar de diehards vrouwen zijn natuurlijk bij ons clubje bij de treffers. Hè? Die kunnen we niet laten gaan. Dus stoot de schoenen aan en daar zitten we weer. Hè? Duo black and white. Hun grote favoriet Robin Jansen speelt al 20 jaar bij de treffers. De laatste jaren in het eerste. De dames kennen hem al heel wat jaartjes en dat schept een band. Dan ga ik terug naar mijn ziekenhuisopname. Dan zijn toch wel die jongens die daar toch wel interesse in tonen. Van goh, gaat het met je? En ja. Sophie heeft natuurlijk een aantal keer in het ziekenhuis gelegen. Die vraagt even hoe het met haar gaat. Hetzelfde voor Annie. Ja, dan maak je gewoon even een praatje. Volgens mij is dat heel normaal. Maar Joris heeft echt een streepje meer. Ik denk wel dat het komt dat Joris toch wel iets speciaals met zijn pap had. Ik studeer geneeskunde en vanuit mijn studie moest ik iemand volgen met een chronische aandoening. Nou, en toen heb ik haar vader een tijdje gevolgd omdat hij COPD had. Natuurlijk heel vervelend. Maar is mijn band met Antoinette wel nog hechter geworden. En Joris zocht mijn vader ook altijd wel op naar een wedstrijd. Die twee hadden ook wel een klik. Mijn vader was een echte treffersman. Die was elk weekend de zaterdag en zondag hier. En dat was eigenlijk wel de opa, denk ik wel, van de treffers. De opa van de treffers? Ja, opa van Zuid werd hij ook wel genoemd. Gewoon in zijn hele doen en laten. Gewoon een superleuke jongen. Wel leuk dat je nu weer een keer in het veld stond. Ja, zeker. Natuurlijk hoop je altijd op meer. Ja, na de afgelopen jaren altijd baasspeler geweest. Dus nou even dit jaar, vooral naar de winststop, even wat minder. Maar ondanks dat heb jij twee hele trouwe fans, hè? Ja, dan proberen ze je toch een hart onder de riem te steken. En daar ben ik persoonlijk wel gevoelig voor. Dus vandaar dat je misschien ook iets eerder naar zulke mensen trekt. Die ook in mindere tijden er ook even voor je zijn. Toen het heel slecht ging met haar vader en haar vader overleden was, toen vroeg ze of niet een paar mensen van de treffers het eerste de kist wilden dragen als laatste eerbetoon. Omdat haar vader echt een treffersman was en dat toch een van zijn laatste wensen was. Dus toen ik dat hoorde, hoefde ik natuurlijk geen seconde over na te denken en besloot ik dat te doen met een paar anderen. Ja, er waren dus 6 spelers van het eerst die papa dus de kerken hebben gedragen. En dat was een heel bijzonder moment. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele eer. Als je daar in die kerk loopt en je ziet dan de familie daar zitten.
Ja, dan leef je een beetje in zo'n film voor je gevoel. Dat je denkt dat je dit voor iemand kan betekenen. Vond ik gewoon heel mooi. En jij weet wel, toen ons pap er nog was, was ik eigenlijk een keer bij, hè? Ja, dus dat heb ik toch wel gemist. Joris is ook echt wel de ideale schoonzoon. In mijn ogen vind ik ook heel jammer dat ik maar één dochter heb. Maar die is al voorzien en dat is ook een hele leuke knul. Ja, ik vind Joris een hele leuke jongen, ja. Feest bij de Treffers, die met 4-0 winst 3 punten in de zak kunnen steken. Tijd voor ontspanning bij deze club, waar behalve voetbal ook lief en leed met elkaar wordt gedeeld. Vanaf mijn 20e ben ik bij de Treffers gaan voetballen. Amateurvoetbal is wel iets anders dan profvoetbal. Bij profvoetbal heb je geen kantine waar je samen met je supporters komt. Of mensen die ook naar de uitwedstrijden gaan. Dus die kennen dat helemaal niet van even naar de supporters toe lopen. Of degene die altijd vaak aanwezig zijn. Ik wil het niet echt supporters noemen, maar ik vind gewoon Treffersmensen. Voor mij een grote familie. En ja, dat voelt gewoon goed, gewoon leuk, gezellig. Ja, ik heb wel mijn hart hier wel liggen, ja. Lekker dom ouwe hoeren, vooral even relaxed. Kijk, hun zijn met de training en met de wedstrijd bezig. En daarna is het ook natuurlijk tijd voor ontspanning. Dus en daar ben ik dan weer. Het is ook bijna klaar.